Hoi en leuk dat je kijkt naar weekvlog nummer 6. Week 6 alweer en ben je nieuw? Kijk hieronder in de beschrijving, dan zie je eigenlijk alle voorgaande weken hoeveel ik ben afgevallen. Ik zal mezelf even kort voorstellen voor de nieuwe kijkers. Ik ben Charlotte. In het dagelijks leven ben ik juf. Zo'n 6 weken geleden irriteerde ik me dood aan mijn gewicht. En ik had zoiets van, nu ga ik er wat aan doen. En ik wil graag dat het boek van Sonja Bakker mij daarbij gaat helpen. Niet zozeer om de rest van mijn leven Sonja Bakker te doen, maar vooral om de structuur te krijgen. Want ik at gewoon veel te veel op verkeerde dagen. Maar dat heb ik in vorige filmpjes ook al uitgelegd. Dus daar ga ik verder niet te veel over vertellen. Ik heb voor deze week moet ik de boodschappen nog doen. Albert Heijn hebben we. Ik heb het helemaal in het begin. Een van mijn eerste vlogs heb ik het gehad over dat ik misschien bij de Albert Heijn gebruik wilde maken van de ophaalservice. Dat heb ik nog niet gedaan. En dat gaan we denk ik ook niet doen. We doen het nu eigenlijk iedere keer bij de Dekamarkt hier in Zwaag. Vlak naast ons huis. Ik merk gewoon wel dat het steeds beter gaat. Dat ik echt steeds minder moeite heb om 's avonds niet te snoepen. En mijn lichaam heeft dit ritme en deze structuur geaccepteerd. En dat is echt super fijn. Genoeg gepraat. Heel veel kijkplezier met weekvlog nummer 6. Morgen 2 beschuitjes. Eentje met een gekookt eitje en eentje met jam. Mijn tussendoortje is een kruidkoek. Mijn lunch van vandaag een tarwepistoletje met mozzarella en tomaatjes en een glaasje multivitamine. Ik ben bij mijn vader en bij Miriam. En mijn vader die is morgen jarig en wij hebben hier net gegeten. Eigenlijk moest ik kipsoep eten, maar ik heb dus zelfgemaakte groentesoep gemaakt. Als je ooit heerlijke zelfgemaakte groentesoep wil eten, dan moet je echt de groentesoep van mijn vader eten. Oh, dat zal je hem net hebben. Zo lekker. En wat ik nu vanavond nog mag is 3 toastjes en rode wijn. Dus het komt helemaal goed. Ik focus me vanavond niet op de toastjes, maar op de rode wijn. En ik neem dit hapje en ik neem zometeen dit hapje nog. En verder niks. Morgen, het is zondag en mijn ontbijtje, een pistoletje met kaas. Mijn lunch. En mijn tussendoortje is een smoothie met bessen en mango. Vanavond eten wij tonijnsalade met aardappel en sperziebonen. Dan hebben we eerst mais en een blikje tonijn in olijfolie. Die gaat hier ook bij. Dan gaat er een beetje slasaus bij. Ik heb deze gepakt, want de naturel was er niet meer. Dus een beetje slasaus. En een beetje citroensap. Dan hebben wij peterselie en een lenteui. En dan een beetje zout. Peper vind ik niet lekker, dus als Sven dat erbij wil, moet hij dat eventjes apart doen. Dan sperzieboontjes en aardappels. En die doe je erbij. Ik heb een beetje te veel gekookt van allebei, dus ik heb niet alles erbij gedaan. En dat roer je dan en dan is het klaar. Heel lekker. Oh jongens, ik heb net gedoucht en Sven die zegt, wil je eventjes uit de kast naast het kattenvoer even die zak snoep voor mij pakken? Dus ik zit zo meteen naast meneer op de bank en dan zit hij dit weg te werken. Vind ik moeilijk hoor. Ik heb ook trek in zoete dingen. Sorry. Ik mag nog een rijstwafel. Jee. Ja, ik vind het echt niet leuk. Is het lekker? Nee. Het is wel lekker. Oh jongens, wens me succes. Goedemorgen. Het is weer maandag. De week is weer begonnen, de werkweek. En mijn ontbijt. 2 crackers. Een fetas tussendoortje druiven. Ik eet als lunch een broodje met kaas en een broodje met kip. Tussendoor een stukje meloen. Gisteren had ik een salade gegeten met aardappel en sperziebonen. En ik heb eigenlijk alle ingrediënten over. Ik had veel te veel gehaald van alles.
Dus dat ga ik nu nog een keer eten. Anders moet ik alles weggooien. Dat vind ik echt doodzonde. Dus ik eet hetzelfde als gisteravond. En 's avonds nog een beetje kwark. Goedemorgen, mijn ontbijtje. Juf eet een appel. Juf eet als lief een rijstewafel met fruit, hagel en een beschuit met smeerkaas. Ja. En zometeen ga ik nog... Dit is een tomatensoep. Tomatensoep maken. Top. En nog kruimkoek. Nee, dit is het tussendoortje voor straks. Oh. Het is vandaag dus dinsdag en ik weet niet of jullie het aan me zien. Ik ben niet heel erg lekker. En eigenlijk was het de bedoeling dat ik vandaag de weekboodschappen zou gaan doen. Dus de rest van de week de boodschappen halen, maar ik trek het gewoon niet. Dus ik heb ook niks in huis voor vanavond. En toen dacht ik, wat heb ik eerder gegeten van Sonja Bakker, wat ik wel op dit moment op kan. En toen nou zit ik dus te twijfelen tussen een eitje koken of pannenkoeken. Maar ik merk dat ik heel erg behoefte heb aan iets zoets. Dus om eventueel een lastige avond tegen te houden, ga ik wat twee pannenkoeken maken met appelstroop. En in de avond twee augurken. Goedemorgen. Ik voel me alweer wat beter. Is misschien nog niet te zien, maar dat komt omdat ik net uit de douche kom. Ik heb als ontbijtje nu dit. Twee beschuitjes met twee verschillende soorten jam. Mijn lunch is wel iets anders. Maar dat komt omdat Sven vanmiddag de boodschappen pas gaat doen. Dus ik kan niet helemaal exact doen wat in het boek staat. Maar ik kijk wel naar vorige dagen. Zo van, oké, dit hebben we en dit hebben we. En ik kijk een beetje naar die wissellijstjes. Vanavond hebben we gelukkig alles weer in huis. Dus dat is fijn. En vrijdag ga ik uit eten. Dan ga ik met vriendinnen de vakantie inluiden. Dus dat betekent dat ik me vrijdagavond niet aan Sonja Bakker hou. Daarentegen, aankomende zaterdag had ik als tussendoortje een fly mogen nemen. En dat neem ik niet. En ik heb me net stiekem gewogen. En ik ben dus nu 67,8. Maar ja. Misschien is dat zaterdag wel weer meer, omdat ik vrijdagavond uit eten gegaan ben. Dus ik dacht, ik ga het wel gewoon even stiekem tegen jullie zeggen. Dat ik dus nu 67,8 ben. Dus ik ben in de 67. Sven heeft geen boodschappen gedaan, omdat hij heel druk was met school. En hij heeft ook niet kunnen koken. Ik heb zelf de weekboodschappen gedaan. En dat betekent ook dat ik ervoor gekozen heb om niet het weekrecept te gaan eten. Want dat is met rijst en spruiten en curry. Echt van alles en nog wat. Dus ik heb er vanavond weer iets uit het boek gekozen wat ik al eerder gehad heb. En als jullie heel goed nadenken, dan kunnen jullie misschien wel raden dat ik dan weer voor de pasta met de spinazie en de avocado heb gekozen. Geen idee of dat goed is. Oprechte excuses voor de volgers die zich misschien een houvast hebben aan mijn vlogs. Deze afgelopen dagen heb ik dus alles behalve het avondeten aangehouden. Dat wil niet zeggen dat ik slecht gegeten heb, maar ik heb me niet aan de recepten gehouden die in het boek staan. Vanaf morgen wel. Vrijdag ga ik dan wel uit eten en zaterdag hebben we ook gewoon het eten van het boek en zondag ook gewoon het weekrecept. Dus de komende week verder wel, de vrijdag na. Dus excuus hiervoor. Maar ik voel me goed. Ik heb, ik ben heel blij eigenlijk. Het gaat goed met mijn gewicht. Dus ik ga lekker van mijn avondeten genieten. En dan neem ik vanavond nog een bakje met vanille vla. Spinazie, pasta, gevuld met kaas, cherry tomaatjes, lenteui, avocado, sladressing en zout. En 's avonds, goedemorgen, twee crackers, appelstroop en kaas. Mijn tussendoortje is een appel. Juf eet een banaan, een krentenbol en soda. Als tussendoortje heb ik een kuppensoep. Ik moet eten aardappel met jus, bladspinazie en een groenteburger. Goedemorgen, twee rijstwafels. Juf eet als een drinkt als tussendoortje yoghurt. Ja. Juf eet als tussendoortje lunch. Lunch.
Een crackertje met tomaten en kip. Ja. En het tussendoortje is drink yoghurt. Ik heb een carpaccio. Je ziet helemaal niks, maar ik eet een biefstuk. Oké, jongens, ik ga nu gewoon tiramisu eten. En ik denk de hele tijd aan die weegschaal, maar ik moet hier gewoon van gaan genieten, want het is zo lekker. Goedemorgen, ik heb me net gewogen. Ik ben echt weer zoals altijd net wakker, maar ik wil dat dan altijd gelijk vertellen. Want dan kan ik die vlog op YouTube knallen. Ik ben nu 67,9 en ik was 68,3. Dat betekent dat er 400 gram af is. En ik vind het eigenlijk best netjes door, ook al heb ik gisteren dus een etentje gehad. Ik denk wel dat als ik gisteren niet uit eten zou gaan geweest zou zijn, dat het wel nog lichter was. Van de week was ik door de week 100 gram lichter. Maar ik zit in de 67 en daar ben ik super, 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 super blij mee. Aankomende week, dus vanaf nu, heb ik vakantie. 1 week. En als ik vakantie heb, dan heb ik niet de structuur die ik normaal heb. Dus ik hoef niet naar de klas toe. Ik hoef niet om 7 uur eruit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Bij deze nu alvast. Waarschijnlijk het ontbijt zal niet altijd om 7 uur zijn. Ik denk dat soms het ontbijt ook gecombineerd is met een tussendoortje. En ik hoop dat ik me er zoveel mogelijk aan kan houden. Die laatste week, daar moet ik me er wel echt goed aan kunnen houden. Maar ja, ik hou mijn hart vast voor aankomende week. Maar ik ga echt serieus mijn best doen. Heel erg bedankt voor het kijken weer. En dan zie ik jullie bij weekvlog nummer 7. Doeg!